You are the motherfucking shit, boys. Yo, boys. Boys. Okay. Probeer mijn haar goed te leggen, maar het heeft toch geen nut, snap je? Het is toch fucked. Dacht, als ik al mijn haar afdoe, dan heb ik dit probleem niet meer, blijkbaar wel. Ik had gehoopt dat ik hier niet nog een video over ging moeten maken. Maar ik doe het toch met veel plezier, omdat ik dit leuk vind. Zebby zijn terug. Jullie dachten allemaal dat ze allemaal binnen zaten in instellingen. In psychiatrische huizen voor kinderen met zware problemen. Nee, ik weet niet eens of ze echt gestraft zijn of zo, maar snap je? Die meisjes, snap je? Voorbeeld. Elke meisjesgang zou zo moeten zijn. Maar, ja, ze zijn gewoon weer... chilling. Ze zijn gewoon weer gekke shit aan doen. Ik heb heel de Zebby gang geanalyseerd. Ik heb mijn leven opgedaan de Zebby's. Ik ben gisteren zelf in Brugge station aangevallen geweest. Dat is niet waar, ik ben wel mijn portefeuille verloren in het station van Brugge. Stel jij hebt mijn portefeuille en jij wil de code van mijn kaart. Code is Z-E-H-B-I. Ha, het betekent by the way niet kanker, het betekent piemel. Piemel. Er zijn nieuwe filmpjes. En in deze filmpjes kan je zien dat ze eigenlijk echt wel gangster zijn. Check deze video. What the fuck? Oké, je moet toch even die... Ze slaan wel mooi. Alleen is het fucked up, snap je? Ze staan daar gewoon. Slaan een beetje op dat gezicht van dat meisje. Je hoort zo'n rare plopgeluidjes. Alsof er sound effects zijn toegevoegd op die video. Dat is niet zo, want als er sound effects waren toegevoegd, dan was het zo. Snap je? Ze loopt ook niet weg. Ze wordt geslaan, maar ze wandelt gewoon zo weg. Zo van... Daarna zie je die twee meisjes van de enige echte Zebby gang. Ook gewoon zo lachen en zo. Net zo geen moment waar ze handshake geven van elkaar en zeggen van Zebby gang. Ik wacht nog tot de Zebby's de 1-1 bar sessie krijgen. Ik bedoel, dat zou echt chaos zijn. Daarna lachen ze ook en wandelen ze gewoon weg. What the fuck. De reden waarom dit weer online is gekomen is dan ook gewoon wat ik denk van, zijn jullie achterlijk. Ze waren niet super hard gestraft, ze werden van school gestuurd en ze moesten zo naar een instelling, maar dat was een open instelling, dus eigenlijk, ik bedoel, dat kan hun niks schelen. Een van de meisjes in deze video had in een verhoor gezegd dat ze volledig niet achter het vechten stond. Ik wil haar niet volledig exposen, maar ik kan wel iets zeggen tegen jullie. Een van deze twee meisjes is ook een van die twee meisjes die ik heb getoond in de vorige video. Kijk, ik weet niet hoe achterlijk deze mensen zijn. Ik weet niet hoeveel fucking hersenziektes deze meisjes hebben. Maar als je zo goed wegkomt met zoiets fokt als de vorige keer en je gooit dit weer op Snapchat, dan zijn er twee opties. Je hebt echt fucking veel scheid en het doet je echt helemaal niks. Of je hebt echt een paar chromosomen te weinig. Ik denk dat dat is. Ik denk serieus dat dat is. Why the fuck zou je dit uploaden op Snapchat en gewoon denken van misschien ziet de politie het niet. Het heeft 2 dagen geduurd voor dit bij de mama van het slachtoffer is gekomen. Stel je voor, je komt thuis en je zegt tegen je mama: ik ben aangevallen door de zeb. En dan zegt die mama zo: nee. Zijn uit Star Wars, snap je? Dat ze echt fucked op zijn. Ik meen het. Dit zijn rake klappen. Dit is niet slecht. Deze fase is zo, het ene meisje zo door haar knie gaat zo. Die andere zo... Hij is geblurred, ik vind het wel grappig. Wauw. Weet je wat je ook echt kan zien dat dit de Zebby's zijn? Van de manier waarop er hier gewoon rustig iemand zit te chillen. Gewoon... chill, gewoon even, joh. Plus, er is echt een rare plek. Ik weet precies waar dit is. Er is zo'n beetje achter het station van Brugge, zo net buiten de drukte. Ik weet niet hoe de fuck daar hier een meisje alleen in elkaar wordt geslaan, terwijl er daar 4 fucking Zebby's zijn. Gaat daar niet alleen naartoe, dat... Hij heeft dit ook gefilmd. Ik wil graag de beelden van haar gsm ook zien. Er is een betere perspectief volgens mij. Jullie kunnen die video's doormailen naar mij als jullie willen dat ik daar ook een filmpje van maak. Naar het e-mailadres dat nu in beeld staat. Doe dat alsjeblieft. Dank u. Dan hoor je ze ook gewoon zeggen van, kom, zij wachten. Het is gebeurd. We good. Het nieuws zegt dat deze meisjes willekeurige mensen in elkaar slaan. Maar ik denk niet dat een willekeurig meisje op die plek komt en dan willekeurig gewoon geslaan wordt. Zo van, kom even naar de achterkant van de fietsenstalling. Chillen met ons. Snap je? Iedereen kent de Zebby's op dit moment. Je gaat niet random chillen
achter in de fietsenstelling. Dat, je weet dat dat niet is om even, weet ik veel, elkaars nagels te lakken. Nee, ik wil het volledige verhaal weten. Ik wil een video opnemen met iemand van de Zebbies. Connect me. Dit betekent gewoon dat al die politieacties, al die acties van het KTA in Brugge, alle acties die zijn ondernomen tegen deze zware terroriserende bende, zijn gefaild. Maar ondanks de maatregelen blijven de dames dus niet onder de indruk en zetten ze hun terreurbewind verder. De politie is gefaild tegen 16, 15, 14-jarige meisjes. Hoe fucking belachelijk is de politie? Wat ik ook super grappig vind, de school en de politie, ze doen allemaal alsof dit zo belangrijk is, snap je? Alsof dit hun zoveel kan schelen. Want deze shit gebeurt fucking veel, maar het is gewoon omdat de media er deze keer zo is bijgekomen dat de politie en de school er iets aan gedaan heeft. Deze shit is gewoon zo aan het boomen nu, omdat het zo jonge meisjes zijn. Plus, omdat het gewoon meisjes zijn, en dat gebeurt ook niet veel. Als de media hier niet opgesprongen was, dan had de politie er ook niks aan gedaan, en dat de school er ook niks aan gedaan. Dan kon het allemaal geen zak schelen. Maar nu gewoon omdat de media erbij komt, dankt de directeur van het KTA. Ook de mevrouw die mij van school gestuurd heeft. Oh my god, de media! I have to look good! En dan nemen ze allemaal van die maatregelen die ze anders niet zouden nemen. Maar blijkbaar hebben ze het niet goed genoeg gedaan, want ze zijn gefailed tegen 16-jarige meisjes. Je is 16, snap je? Ik denk dat de helft 14 is. Maar nu de grootste vraag die toch speelt bij iedereen. Wie is de leider van de Zebbies? Ik heb hier lang over moeten nadenken. Ik heb hier lang over gebrainstormd. En ik ben toch tot een paar fucking conclusies gekomen, snap je? De Zebbies zijn losbandig. Keren niet veel om andere mensen. Keren niet om de politie. Ze willen gewoon fame. En ze zijn goed bezig, snap je? Ze doen dit allemaal voor de fame en het lukt goed. Ik kan hun allemaal geen ene zak schelen. En ze worden er wel redelijk bekend door. Ik kan niet liegen. Ze zien er redelijk fucked uit. Ze dragen fucked up kleren. Ze gedragen hun een beetje als marginale wijf. Kijk, en toen ik al die woorden hoorde, zette ik alles even op een rijtje, snap? Ik heb alles even op een rij gezet. Alles wat ik had van info, alles onder elkaar gezet, alles verbonden met elkaar, alles uitgetekend op mijn muur. En ik ben tot de conclusie gekomen, snap? Ik ben tot één fucking conclusie gekomen en volgens mij is dat antwoord op alles. Volgens mij is dit de fucking Supreme Leader Snoke van de Zebbies. Volgens mij heb ik de echte leader, de leader van de Zebbies die niet in beeld komt. De leider van de Zebbies is de vriendin van These Games. Is hij is het, ja! Klaar. Ik heb genoeg bewijzen. Ik heb genoeg gezien. Ik ben het zeker. Ik weet niet hoe ik het weet, maar ik ben het zeker. Het haar, kleren, de manier van praten, de manier van golddiggen, de manier van op zoek zijn naar fame. Volgens mij is het allemaal één groot complot gecreëerd door de golddigging girlfriend van These Games. Boys, toevallig of niet? This is no coincidence. Jullie kunnen ervan denken wat je wil, maar ik denk dat dit het antwoord is op alle vragen. Jullie kunnen je afvragen, joh. What the fuck? Dat slaat echt nergens. Jawel. Dat slaat overal op. Weet dat het in het begin misschien een beetje ongeloofwaardig kan overkomen, maar wie is er zo achterlijk om zijn eigen gang Pimo te noemen? Moet iemand zijn die echt zwaar op zoek is naar die dik, maar eigenlijk gewoon die gold dikker is. Snap je? Moet iemand zijn die een boerinnengehalte heeft van 101. En er is maar één iemand die boerinnengehalte 101 heeft. En dat is... Dat is zij. Dat weet de krant niet. Dat hebben zij allemaal nog niet door. Zij niet zo diep zitten in het verhaal als mij. Ik besteed de laatste weken al mijn tijd en energie aan de Zebbies. En dit is het beste waarmee ik kon komen. Als de politie mij wil contacteren om heel mijn theorie te horen, dan kan dat ook. Mail even naar dit e-mailadres en dan... Ja. Moesten de Zebbies deze video kijken en mijn portefeuille hebben, mag ik die alsjeblieft terug? Er zit geen geld in. Er zit niks belangrijk in. Alleen mijn identiteitskaart en zo. En, snap je? Ik wil die graag terug, snap je? Toen heb ik alweer een video gemaakt over dit onderwerp. Nieuwe feiten. Nieuwe fucking informatie. Als jullie nog info hebben, laat het weten in de comments. Dan kunnen wij samen verder werken aan dit ding. En kunnen we er een einde aan maken. Want ik denk daar nog iets heel raar gaat gebeuren in dit verhaal. En daar nog iets heel speciaal gaat. Ik weet het niet. Het is belangrijk. Dus als jullie dingen weten, laat het mij weten. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Smash zeker een duimpje omhoog als... Ja... Doe dat gewoon. Ik ben Ace. Ik zal zeggen. Tot de volgende keer. Ik upload vanaf vandaag dagelijks. Ik weet niet waarom. Ik heb te veel tijd. Maar dat is niet erg. Smash zeker een duimpje omhoog. Check ook mijn tweede kanaal. Daar upload ik game video's. Ook chill. In de beschrijving. Twee shit. Tot de volgende keer. Boys. 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 Where are you now?
Where are you now? Boom, 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 boom. 10 minuten, nice.